Nee, zeker niet. Goed, we gaan lekker bakken met Joost. Normaal komt Joost naar de studio en dat vinden wij altijd heerlijk. Want dan hebben we ook zelf lekkers natuurlijk om te proberen en om te proeven. Ja. En nu is Rob Brouwer de gelukkige. Hij is bijna kerstengel, want hij gaat ook onze kerstpakket natuurlijk weer uitdelen. Kerststengel of engel? Nee, engel. Oh. Engel. Nou, hij is ook lang natuurlijk. Ja, ik wou zeggen, kerststengel. Dat gaat allemaal pas over 2 weken gebeuren. Maar eerst staat hij daar in de bakkerij in Lelystad bij Joost Prins. Rob, je gaat kerstkrantjes maken. Ja, dan heb je het alweer verraden. Ik sta hier inderdaad in een bakkerij. Ik dacht, nou, een bakkerij. Een gemiddelde bakker. Hoe groot zal dat zijn? Maar dit is echt een gigantisch pand waar we in staan, Joost. Het is een groot pand, ja. Hoeveel bakkers lever je? Hoeveel bakkers leven hier? Nou, ik denk dat er vandaag 9 mensen rondlopen. Ja, en als de broodbakkers erbij zijn, dan lopen er ook nog eens een keer 5 rond. En dan hebben we nog chauffeurs. En dan nog de winkels natuurlijk. We staan hier in een van jullie bakkerijen binnen dit grote pand. Wat gebeurt hier vandaag? We staan nu in het natgebak gedeelte. Natgebak? Ja, zo noemen we dat. Natgebak. Dus waar slagroom verwerkt wordt, waar crèmegebak wordt gemaakt. Dus daar staan we nu. En het is ook een geconditioneerde ruimte. Je voelt ook wel een beetje. De temperatuur is hier rond de 17 graden. En daar zijn we nu druk bezig met het vullen van taarten. Van grote kapsels. En het maken van kasteeltjes. Wacht even, kasteeltjes. Kasteeltjes, dat is een gebakje. Dat is dit gebakje, inderdaad. Er zit een cake in. Een cakeje in en, met een Zwitserse roomvulling. En een vleugje drank. Dan zitten we een mooi marsepein laagje omheen. En is dat speciaal voor de kerst? Want dan kom je natuurlijk voor de kerstdrukte. Jij komt voor de kerstdrukte, daarom hebben we nu speciaal rood gemaakt. Normaal gesproken zijn ze roze, zag roze en nu maken we ze rood. En straks komt er nog een rosetje crème op en dan komt er nog een leuke kerstdecoratie op. Joost, het is nu december. Is het erg druk bij jullie? Het is heel erg druk, ja. Ja. Absoluut. Vanaf eind oktober begint het eigenlijk heel erg druk te worden. Dan gaan we echt met de voorbereidingen bezig. Met halffabrikaten en inslaan en allemaal klaarmaken. Echt voor de feestdagen. We hebben de Sinterklaasdrukte nu net gehad. De staven zijn op. De amandelstaven voor de Sinterklaas zijn op, inderdaad. En we gaan vanaf volgende week, tenminste nu een paar in de winkel liggen. Maar vanaf volgende week gaan we echt vol gas richting de kerst. Ja, en toen ik hier binnenkom rook ik een beetje kerstbroodachtig iets. Wat kan dat zijn? We lopen ondertussen even verder, want we zijn hier, deze bakkerij zijn we dan in geweest. En dan lopen we eventjes naar de kerstkransjes toe. Naar de kerstkransjes toe, ja. We komen nu in het tweede gedeelte van de bakkerij eigenlijk terecht. Dit noemen wij voor banketbakkerij de deegmakerij. Dus hier worden alle degen verwerkt en dan hebben we sausijzenbroodjes worden hier gemaakt. Gevulde koeken worden gemaakt. In dit geval nu de kerstkransjes. En het kerstbrood wat ik rook, klopt dat? Kerstbrood wat je rookt, dat klopt ook. Ja, daar lopen we zo meteen wel naartoe. Dus bij de oven natuurlijk. Ja, die hebben we vanochtend gebakken. Die jongens in de broodbakkerij beginnen natuurlijk al s'avonds. Of ja, s'avonds eigenlijk midden in de nacht. En die hebben nu de speciale kerstbroden gemaakt, dus met en zonder vullingen. We gaan eventjes de kerstkransjes wat dichterbij. Want als je naar de radio luistert, zie je dat natuurlijk niet. Maar het zijn traditionele kerstkransjes. En die worden op dit ogenblik, wat gebeurt ermee? Ze worden op grote bladen gelegd. Ze worden op grote platen gelegd. We zijn hier met de machine. Die stanst eigenlijk uit. Er zijn 2 walsen. En dan komen ze in een vorm terecht. En dan komen de kleine kransjes uit met een gaatje in het midden. Dan worden ze keurig op plaat gelegd. En deze dames die rollen het met ei. Bestrooien het daarna met Victoria-beslag, zoals we dat mooi noemen. Dus eigenlijk amandelen met grove suiker. Daarna ook weer een klein beetje eraf en dan worden ze straks gebakken. En over het personeels gesproken, want ik hoor hier allemaal verschillende talen. Waar komen al deze mensen vandaan? we zijn heel internationaal. Ja, nee, dat is heel erg leuk. We hebben Oekraïense dames, we hebben Hongaarse dames aan het werk. We hebben een Ghanees meisje aan het werk. Dus alle kanten van de wereld. En dat komt omdat je ook een leerwerkbedrijf bent, hè? Wij zijn ook leerwerkbedrijf, inderdaad. En wij zijn altijd eigenlijk op zoek naar mensen die willen werken. En al die mensen die hier staan, die... Willen werken, ja, en dat is het allerbelangrijkste. Ja. Die kerstkrantje, zit er nog iets bijzonders recept aan of is dit, kan ik dat thuis ook? Dan kun je het thuis ook maken, want er staan genoeg recepten op internet. Maar ons recept is natuurlijk wel heel bijzonder. Ik ga daar het belangrijkste ingrediënt niet van verklappen. Maar het is hoofdzakelijk bloem en roomboter. Het geheim van Joost. Hoeveel worden er nu gemaakt? Moet ik heel eerlijk schuldig blijven dat ik niet exact weet hoeveel pakken er uitkomen. Wanneer is het op? Nou, dit is eigenlijk van dit weekend of net na het weekend op. Dan is het alweer op? Ja. Gaat snel, hè? Gaat heel hard. Ja. Nog even over die mensen die uit allerlei landen komen. Jij raakt natuurlijk geïnspireerd, want die maken ook hun eigen taarten en zo. Die moet jij natuurlijk allemaal proeven. Misschien ook wel dat we hier een Oekraïense taart krijgen of zo.
Dat zou inderdaad nog mogelijk zijn. Waar het niet dat we dat nu niet aan toekomen qua werkzaamheden. Maar misschien dat we dat voor januari, februari best wel eens een keer kunnen oppakken inderdaad. Of kunnen gaan brainstormen. Alleen dit is nu wel een taalbarrière. Hè? Dus het gaat allemaal nog wel even via Translate. En wat vinden deze mensen eigenlijk van het Nederlandse gebak? Laat ik zo zeggen, we hebben er nog niet echt over gesproken vanwege het feit dat je met die taalbarrière... Maar je biedt ze natuurlijk wel eens een krak... Tuurlijk. Een kasteeltje. Alles laten proeven, maar 9 van de 10 keer zegt nee, hoeft niet. Maar dat kan ook zijn dat het uit een bepaalde schaamte eigenlijk is om het tegen te houden. Komen hier steeds meer kerstkrantjes binnen, allemaal mensen die in en uit lopen. Iedereen heeft zo zijn eigen taak. Iedereen heeft zo zijn eigen taak, ja dat klopt. De chauffeurs lopen rond, de inpakster die wilde met de kar langs om weer in te gaan pakken. Ja. Kerstkrantjes, en wat gaat er dan vanmiddag gebeuren? Weer iets anders? Vanmiddag gaan we weer wat anders en dan worden waarschijnlijk weer zoutjes gemaakt, want die moeten ook weer gemaakt worden. Dus we hebben knabbelzoutjes, we hebben zoutstengels, noem het dan maar op. Dus, heb je nog zin in december? Ja, we zitten er nu vol in. Het is nu gewoon vol gas doorgaan. En in januari? Er is geen sprake of je er wel geen zin in hebt. En in januari, dan lig je uitgestrekt op de bank of ga je dan weer nieuwe gebakjes ontwikkelen? Januari lig ik niet uitgestrekt. Dan moet eerst alles weer opgeruimd worden. Want we krijgen natuurlijk na de kerst ook nog eens een keer oliebollen. Dus er moet eerst alles weer opgeruimd worden, een beetje opgefrist worden, iedereen weer een beetje bijkomen. En dan weer, dan gaan we gewoon weer rustig aan verder om mooie producten te maken. Nu had ik natuurlijk graag zo'n kerstkransje willen proeven, maar ze moeten nog de oven in, hè? Kijk, ze komen net de oven uit, jongens. Kom op, we lopen even naartoe, Joost. Mag ik er even afhalen of kom je dan heb je dan een balanstekort? Nee, Rob, over die kasteeltjes. Ja, twee. Ja, zou je de bestelling van ons mee willen nemen? Twee van die kasteeltjes. Die zagen er zo vers en lekker uit. Oh, heerlijk. Ik betaal ze terug. Je mag een tikkie sturen, hè? Oké, dan stuur ik wel een tikkie, maar ik ga eerst nu eventjes een kerstkransje proeven. En Joost, dan moet jij eventjes wat vertellen dan, want als ik aan het kraken ben. Ja, dus vertel maar wat. Vertel me wat. Nou, het kerstkransje hoort een klein beetje kraken als je een hap neemt, want er zit natuurlijk een hoop suiker in. En heerlijk gemaakt van echte roomboter, want dat is wel het allerbelangrijkste. Geen kleurstoffen gebruiken, maar gewoon rustig verwerken en dan netjes afbakken, want dat is het allerbelangrijkste. Dan blijven ze krokant. Nou, vertel Rob, Joost, hoe smaken ze? Ik vond het geweldig om bij jou eventjes in de zaak te zijn. Hartelijk bedankt voor je gastvrijheid. Ja, nou praat je toch met volle mond. tot de volgende keer in de studio. Ja, zeker. In de studio weer. Helemaal goed. Ik wil hem nog even horen kraken, Rob. Dat kransje. Je wil hem horen kraken? Ja. Daar komt-ie, hoor. Ik weet niet of dat het kerstkransje is dat kraakt of dat het iets anders is. Hey, en vergeet je de kasteeltjes niet, Rob? Neem een pakje mee, zeker. Ja. Wat zijn jullie pakje? Vergeet je de kasteeltjes niet? Die kun je gewoon in de bakkerij kopen. Nee, ja, wij kunnen hier niet weg, hè? Je bent er nou toch. Dankjewel, doeg!